Dat is in het begin mijn bibels vijandig te doen tegen de jou. Zodat je steeds op hun gaat landen. Of eruit vliegt of je weer iets gebeurt met je punt. Maar ik kan jullie ook. Kan jammer dat je andere bibels niet bij je hebt. Ja, anders had ik mijn flash op de therapy af kunnen sturen. Dan was het echt. Bam! Dan was het fucking heftig. Dan had ik allemaal tegen hun, tegen de jou. En Anubius en El Drago. Ja, maar Leon gaat winnen, dat weet ik al zeker. Het is geen Leon. Oh, sorry, ik bedoel Virgo. Ah, de vorige keer was Leon. Oh, trouwens, en als jullie hier per ongeluk iets raars horen uit Ruslands mond, kan het zijn dat hij soms per ongeluk Russisch praat. Ja, want ik ben Russisch, puur 100%. Maar ik ben wel een half jaar Nederlands geleerd en nu woon ik in Nederland. Oh, yeah, morgen kan het beginnen. Oh my god, kijk hier. Crash? Nee, kijk hier, je ziet al een dikke punt en dat was er eerst niet. Hoe die? Wat kan en dat hier komen nog ook nog schavingen. Dit gaat niet goed komen met mijn date. Oké, doe maar liever niet meer, want dat is de laatste fight, man. 3, 2, 1, ja! Dat is wel slecht van mij. Hey. Oh ja. En we gaan door. Giga mega ding tegen Kronos. Kronos onderdeel. Alleen is zijn metaal, alleen is zijn onderkant een beetje van. Oh my god! Oh my god! Wat is mis? Wie gaat eraf? Dat gebeurt bij mij en Leon ook. Ik denk dat ik eraf ga. En de god. Zie jullie, dit grote, die grote ding, dit. Die grote ding verliest van zo'n kleine dingetje. Ja, hij heeft zijn achterpunt hoor. En nu de volgende uitdager, de Leon. De laatste. Ik hou hem nu op aanvalmodus en later zet ik hem op. Oké, okay. Ja, je ziet hem nu. En later zet ik hem op verdedigingmodus. Dat is het sterkste voor hem. En nu gaat Cetus tegen hem. Waarom zou ik mijn verdediging nu goed moeten gebruiken? Hierna wil ik een ring als ik verlies. Hij zit wel in verdediging, hè? Nee. In zijn enige, zijn stamina gehad. 3. 2, 1. Oh my god! Oh my god! Leon vliegt eruit! What the fuck? Ik schiet dat ding opeens op. Jij had bos tegen. Hij bos tegen mijn metaal. Hij vliegt daar en dat doof. Dan in verdediging. En hij blijft nog hetzelfde draaien. Wauw! Zit eens, ik kan al machtige Feng Leon eruit poeieren gewoon. Gast, ik hoop dat je mijn verdediging ook eruit kan poeieren. Als dat ding maar niet kapot gaat, zoals bij de Jonas. Oh ja! Maar gelukkig dat ding draait, dus misschien overleeft het wel. Nou. Zichzelf misschien! Oh shit, dat ben ik bijna niet. Oh man, dit wordt dan de laatste video. Ja, maar we maken een kleine pauze. Ja, 3, 2, 1. Ah, damn it. Nog eens. Het is me niet gelukkig hem te raken, maar het is nu defense tegen stamina. Hij staat in defense mode. Dat zei ik ook. Jullie hebben hem niet vanaf het begin kunnen zien draaien, maar nu is zijn metaal anders en ziet hij er dus anders uit. Ze kunnen het wel zien hoor, want dat ding ziet eruit als veel anders dan vorige keer. Dat is waar. De metaal ziet er groter uit. Zelfs nog groter dan die facetten. Kijk maar zelf. Het ziet groter eruit. Ja, dat is waar. Het is een legendarisch, wat denk je zelf? Ga Cetus winnen. Wie gaat winnen? Wow, Cetus wordt zwakjes. Cetus wordt zwakjes. Maar Leon ook. Ah, goddammit! Oké, nu volgende. Volgende is de brander, de hel, baby. Daar gaat die verdediging dan maar blijven. 3, 2, 1. Oh my god, ik heb hem gemist. Maar ik blijf hem wel hard smashen. Oh my god, ik was in de lucht. Ja, ik was daar geland. Even serieus. Je zat hier, als dit er niet was, had je zo. Maar niet te geloven, hij draait nog steeds hetzelfde. Er gebeurt hem gewoon niks. En hij draait nog steeds hetzelfde. The hell, Beyblade wint. Holy shit, man. De volgende is de andere Leon in defense mode. Defense is in defense. Kom maar op. 3, 2, 1. Lekker hard. Nog maar 6 seconden. 4, sorry. 3, 2, 1. Ja, oké. Okay. Het wordt een beetje later. Nee, 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 nee.
ja, niet, nog niet stoppen.